Isa Mengers is 3 jaar en ongeneeslijk ziek. Ze lijdt aan een kwaadaardige hersentumor. Ze is dol op kaarten en die krijgt ze ook van over de hele wereld. Door een bericht op Facebook is de toestroom van kaarten in een stroomversnelling gekomen. Ook op donderdag 9 april kwamen er maar liefst 3 bussen vol met post. Die werden afgeleverd aan de Heidsma-Mulierweg. Mevrouw Mengers had gehoopt op een dag mediastilte, maar dat pakte anders uit. Vanwege de vele kaarten die deze dagen worden bezorgd. Raymond Smit van de Courierservice Oost kan de weg naar de Heidsma-Mulierweg inmiddels blindelings vinden. En een kaartje erbij.